Eens aan het woord, dat ding heb je zo lang gehoord. Het beeld mag wel, maar geen geluid. U moet toch weten hoe of wat. We hebben een nieuw kabinet. Nou ja, nieuw, de meeste kerels hadden we tot al. Ze zullen ons wel even redden met de riemen die we hebben. Schip van staat is net een oude pieren, maar toch gauw. Dag tijdgenoten, dag landgenoten. Wie weet hoe fijn we met de schuit nog roeien. We hebben Beelterug, die staat weer op de brug. En we hebben staf gehouden en dat is een goeie. Zo willen we proberen de drempel te passeren. Waardig over de drempel, met een slok en een brok in je keel. Waardig over de drempel, met punt en met lunch en met beel. Waardig over de drempel, niet schuchter, niet nuchter, niet zat. Kan altijd nog slechter, een tikkeltje rechter, dan had je Gerbrandi gehad. Het kan altijd nog slechter, een tikkeltje rechter, dan had je Gerbrandi gehad. Dat scheelt een haar van een oude snor. Goedenavond, 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 lieve mensen, oudejaarsavond vierend. Oh, laten we nou even bij het begin beginnen. Ik spreek u maar één keer in de 2 jaar, moet de vlucht zijn, jongens. Nee, het kan, nee, ik zal u eerlijk zeggen, je kunt het ook niet verlengen of zo, want ik zit vanavond, dat hoor u al, ik zit tussen Stelberg en de Tophits ingeklemd. Ik kan niet uit de weg. Nee, je kan niet uit de weg, je kan niks doen, begrijp u wel, dus we moeten tempo, voel u wel. Tempo, jongens, hè? Dus laten we direct even beginnen, maar we nemen het gauw even door. Ja. Ik doe het allemaal uit mijn hoofd, zoals u ziet, dus ik moet het even zelf kijken dat ik niks oversla. Ik moet kijken dat ik niks oversla, daarvoor zet ik af en toe de bril even op. Nou ja, geef die mensen, we hebben een nieuw kabinet, daar gaat het toch voor om, hè? Nou ja, nieuw, een hoop oude jongens er ook nog in, hoor. Het is nieuw en het is oud, het is eigenlijk een kabinet voor oud en nieuw, daar is het eigenlijk. Nou, laat ik u eerlijk zeggen, de zaak heeft sowieso gestaan, dat weten we toch van elkaar. We hebben de professor Beel weer terug, hè. Beel hebben we weer terug. Ik wist niet eens dat we die nog hadden. Eerlijk, ik was hem helemaal... Nee, dat is gek. Ik zeg het maar eerlijk, ik was hem helemaal kwijt. Er kwam ineens de frigidair open en dan lach ik. Ja. Nee, het hele weer. De stad heeft landbouw erbij gekregen. Zullen de aardappelen wel de ziekte krijgen, maar ja... Ja, ik kan mij allemaal niet schelen. Dat hebben mij niet gevraagd. Ik heb gezegd, het mag als oorlog er maar niet onder leidt. Daar ben ik wel altijd zo bang voor dat ze op oorlog er met de helm naar gaan gooien. Begrijp je wel? En dan zit je, als je dat krijgt, nou, dat is een hele mooie beweging, jongens. Ja, en verder is gewoon, de taken zijn verdeeld. Verder moet je gewoon even kijken. Gewoon even kijken hoe de taken verdeeld zijn, nietwaar? Dan moet je maar eens even kijken, hoe gaat het allemaal? Zijlstra krijgt financiën erbij, die heeft een greep naar de schatkist gedaan. Zijlstra, ja, als hij nou maar niet de stommiteit heeft om erin te gaan kijken. Dat heeft Hofstra gedaan, dat is de grote fout van Hofstra geweest, weet u dat? Die is in de schatkist gaan kijken. Pieter van der Kieft hebben er nooit in gekeken, vandaar dat we 10 jaar lang zo'n lol hebben gehad. Nou ja, we krijgen dan verder nog mensen. Je moet maar eens even verder zien. Je moet gewoon afwachten hoe het gaat. Het zal me toch eigenaardig zijn. Een jaar zonder Drees is eigenaardig, hoor. Gaat het nieuwe jaar, ik zal hem toch missen, Drees, hoor. Ja, als staatsman en als onderwerp. Ik heb hem altijd mooi geweest, hoor. En hij was nou net wat ridder getikt. Dat vond ik ook mooi. Ja, weet u dat niet? Ze hadden Drees wat ridder getikt. Heb je dat niet gelezen? Hele blauwe plek. Eerlijk, hoor. Nee, ik maak geen gekheid. Het was al een beetje de Partij van de Arbeid adelt geworden. Heerlijk, hoor. Maar ze hadden hem, hoor. Nou ja. En nou weet u wat ik het zielig vind. Nou staan ze met de feestdagen op straat. Dat vind ik zielig. Met de feestdagen op straat. Dat is ook zielig. Dan moet je ook eens aan denken. Zo'n man als Drees ineens in de arbeidsreserve. Dat is ook wat. Allemaal met de vijf in het arbeidsreserve en zo. Nog heeft het natuurlijk niet zo'n Drees, heeft zijn eigen inkomen. De vrouw heeft haar eigen vaste inkomentje. Met de ochtendgymnastiek. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen hoor. Niet iedereen is zo, laten we eerlijk weten. Nee, niet iedereen is zo. Neem een man als, zal maar zeggen, Sam Kalde. Waar gaat hij beginnen? Voor mevrouw Kalde vind ik het een hard ding hoor. Ja, voor mevrouw Kalde vind ik het een heel ding hoor. Ja, en zo Zuurhof kunnen we misschien nog bij sociale zaken binnenlopen. Dat is je kind aan huis natuurlijk en zo. Maar zo'n vondeling en zo, je zit toch wel eens te piekeren wat moet er van komen niet? Met die vondeling en zo, misschien dat de partij hem weer in een portiek legt. Je weet het eigenlijk niet. Mensen lief, ik zeg, je moet maar afwachten wat er komt allemaal hoor. Je moet het gewoon maar afwachten, je moet maar kijken. Zo'n Hofstra komt natuurlijk wel goed weer terecht geloof ik hoor. Ja, al onze ministers van Financiën zijn goed terechtgekomen als je nagaat hoor. Nee, en Piet dan? Piet Liefting dan, die is directeur van de Wereldbank in Washington. Neem me niet kwalijk, Eisenhower staat bij hem aan het loket. Nou jongens, dan moeten we proberen als het straks 12 uur is. En dat is het als alles mee zit. Over een paar uur is het 12 uur. En dan moeten we proberen om dan met Beel samen waardig over de drempel te komen. Niet alleen over die ene drempel, maar over de 3000 drempels die we tegenwoordig in de wereld hebben liggen. De schepen fluiten, hè, naar de goedkope vlaggen. En als je de klokken hoort bijeren, bim, bam, Beel, oh, mooi geluid weet je hoor. Als je dat allemaal hoort, dan is 1959 begonnen. Nou, het is zo om. Het is zo om. We hebben druk in 1959, de eerste 3 maanden om de verkiezingen voor te bereiden. En de laatste 9 om het kabinet in elkaar te zetten. En dan stond, voor je het weet zit je 1960 te douwen, laat weet ik niet. Dus allemaal, ik denk dat er wel eens aan zo'n avond als deze, wie zou het nou nog meer vieren? Hè? Hoe zou je nou zitten? Zo'n man als Tito, zou Tito vieren? Ik zou maar zeggen, Tito, Soekarno, Adenauwer, Eisenhower, zou ze allemaal vieren of zo? Of zou het niet kunnen schelen? Misschien vieren ze het niet op de dag zelf. Dat weet je nooit, hoor. Ja, maar zo'n man als Tito bijvoorbeeld is niks lekker, hè? Tito is helemaal niet lekker. Tito heeft rheumatiek. Misschien legt hij wel te bed. Misschien moet hij wel te bed blijven. Tito heeft rheumatiek. Ja, dat hij de koekoeken trekt onder het gordijn door. Dat kan je dan aan. Ze hebben al, Tito die zegt tegen mij, ik ga je de koekoek dat ik rheumatiek heb. Ik zit hier vlak op de volle trek. Ik zeg, man, laat het gordijn een eindje zakken. Hij zegt, kan niet bij de touwtjes komen. Oh, Tito, en toch is Tito een dictator, hoor, die maar ik graag mag. Ja, dictator doet voldoende goed dat hij geen kwaad doet. En dat doet hij. Ja hoor, Sukarno is ook niks lekker, weet u wat? Sukarno is ook niks lekker. Sukarno is niks. Nou was hij al niet lekker, hoor. Laat ik alles wat er nou gebeurt, dat heeft Hatta hem voorspeld, weet u dat? Hatta heeft tegen hem gezegd, pas op, je slaat je op je eigenste moe al. Heeft Hatta gezegd. Hatta heeft gezegd, pas op, het wordt ventje boeng boeng. Nou, dan zie je wat er van komt. Dan zie je, Sukarno is een hebber, laat ik u dat maar vertellen hoor. Als je Sukarno een vinger geeft, dan bijt hij hem af. Laat ik dat, die moet toch elke dag wat meer hebben? Dan moet hij Irian ook nog hebben en hij heeft al 3 vrouwen, wat een gezeur toch allemaal. Maar wij hebben wel mooie successen geboekt. Onze vloot in de water om Nieuw-Guinea heen. Ik zou Nieuw-Guinea niet willen missen hoor. Nieuw-Guinea, nee, we kennen Nieuw-Guinea niet missen. We moeten toch een paar jongens overhouden om broekjes voor te breien. Wat zullen we nou hebben? Zal ik u wat zeggen? Weet u wanneer wij Nieuw-Guinea vrijlaten? Als wij er rijp voor zijn. Ik heb wel het gevoel dat er niet in alle kamers geklapt zal worden. Daar gaan de eerste oliebollen de lucht in hoor. Oh jongens, daar gaan ze al. Zet dat ding af, laat die kan ook kletsen voor een ander. Zet mij dat ding af. Geef op die televisie, daar gebeurt tenminste niks. Wat hebben we daar nog? Maar dan kun je zeggen wat je wil, maar toch onze vloot, dat moet ik op het eind van het jaar ook zeggen, mooie successen geboekt hoor. Nee, niet op de strek dan, dat kan de beste gebeuren. Ja, dat kan de beste gebeuren, dat is onzin. Als jij een baggermolen in je weg hebt liggen, dan loop je er ook op, dat is ook onzin. Dat is onzin, dat kan iedereen gebeuren. Dat, nee, trouwens, daar waren het er zo weer af ook. Ze hebben er maar even op gezeten, hoor, met de hele 7 provincie, hoor. Weet u hoe ze een vlot hebben gekregen? Hebben we dat gehoord? Heb ik u dat nooit verteld? Ze hebben alle munitie eraf gehaald en de Marva's erop. Toen was hij zo vlot. Dat hebben we goed gedaan, hoor. Laat ik u dat maar vertellen. Het is allemaal goed gegaan, hoor. En in de Indonesische wateren heeft onze vloot de afgelopen jaren wat gepresteerd. We hebben 3 KPM-schepen heroverd. Ja, sinds Piet Hein hebben we niet meer zoveel lol van de vloot gehad als nou. Nou, mensen, vlug. We hebben weinig tijd. Het is al bijna 20:15. Gauw de actualiteiten doornemen. Gauw. Kunnen we naar huis. Even kijken. Dan kunnen we nog voor nieuwjaar binnen zijn, meneer. Dat is ook wat. Even kijken. Weet u wat op gek is? Het jaar is net zo begonnen als het eindigd is. Gek is dat, hè? Het is begonnen met revolutie in Venezuela, kun je nog herinneren? 1 januari, stond niet in de krant, kwam er niet uit. 1 januari komen ze niet uit, morgen ook niet. Komen niet uit, die kennen niks schelen, komen niet uit gewoon. Die zeggen gewoon, oh, 1 januari doen we niks. Soms denk ik wel eens fout dat elke dag 1 januari was. Oh, zou je kunnen lachen, zeg. Oh, zou mooi zijn. 1 januari hadden we omwentelingen in Venezuela, weet u het? Jeminé. Ja, dat was Jeminé. Geen mens weet of hij dat gezegd heeft of dat hij zo heet. Maar ja, hij is er goed afgekomen, hoor. Hij heeft zijn Caracas kunnen redden. Dat is waar, hoor. Nou ja, en hoe eindigt het jaar? Het jaar is begonnen met een omwenteling in Venezuela. Zo is het begonnen en het eindigt met de staatsgreep van Beel. Wat wil ik wezen? Nou ja, staatsgreep, dat is natuurlijk... Het leger heeft de macht daar niet in handen. In die landen moet je altijd oppassen. Als daar wat gebeurt, dan neemt het leger daar de macht in handen. Dat is fijn, dat ken je hier niet. Nee, dat ken je niet. Hier, kom... 1 klap op de zere helm en het is afgelopen. Nee. Nou moeten we ook reëel blijven. Juist op de drempel moet je reëel blijven. Dan kan je een hoop kwaaie dingen van staf zeggen. Maar, trouwens, dan zou me zo gauw niks te binnen schieten. Nou ja, als ik even nadenk wel, maar dan moet je niet nadenken. Dat doet het kabinet toch ook niet? Wat is dat nou? Nee. Als hij nou nog niet af is bij de reactie, dan gaat hij nou af, hoor. Reactie, zet hem nou af. Nee, nog niet. Nou, laat hem dan nog even. Ze willen dat het einde toe uit. Het is al 21:15, jongens. Schiet er lekker op. Ah, dat is eerlijk, hoor. Weet u wat het toch is in Nederland? Wordt gemeten met 2 maten. Dat is jammer, hoor. Staf is er nog. In Kranenburg hebben ze voor de leeuwen gegooid. Vind ik zielig. Ja, dat vind ik zielig. Kranenburg voor de leeuwen gegooid, vind ik zielig. Vond het zelf ook. Daar hebben ze gezegd, dan mag die 1 leeuw houden. Ja, ze hebben hem de deur uitgetrapt, hij is de kamer weer binnengekomen. Dat heb je hier. Dat is het nadeel van een klein land. Dat zeg ik wel. Dat is het nadeel van een klein land. Dat is waar, hoor. In Rusland, als die mensen wat doen, dan betuigen ze spijt, gaan ze naar de Caucasus, zie je ze nooit meer terug. Bij ons land is zo klein, mensen. Als je Kranenburg kwijt wil, ken je niet verder dan de Biesbos. Aan de andere kant, wij lachen wel eens om Nederland en toch zeg ik wel eens, en dat meen ik uit de grond van mijn hart. We kunnen daar nog wel eens op schimpen en een beetje lachen op maken of een beetje grapjes en zo. Maar toch zeg ik van Nederland, noem mij nou maar het 1 land waar je datgene mag staan te vertellen wat ik nou in het eerste kwartier heb gezegd. Oh. Nou weet ik niet helemaal zeker of ik het zeg. Ja, je moet het eigenlijk in 6-fout aanvragen, weet je wat? Conferences dus moet je in 6-fout aanvragen. Nee, zonder even. Nee, ik maak geen pret, eerlijk, hoor. 1 fout voor het vragen, 6 fout voor het wegmaken. Zo zit het wel. En dan moet je wachten gewoon tot volgend jaar en dan mag je het zeggen. Maar ja, dat heeft geen zin, zijn ze allemaal weer weg of zo. Ja, dat kun je het allemaal niet doen. Dan kom je misschien voor de krijgsraad te velden of zoiets. Ja, dat is niet zo erg, hoor. Dat is... Ja, het is nou niet een super, dan maar zeggen, hoor. Maar het is aardig, de mensen hebben wat te zeggen op die krijgsraad te velden. Ik zeg, je hebt die mensen nooit een kans gegeven. Ik zeg, je moet de krijgsraad net zo lang te velden laten staan tot er een echte rechtbank uitgegroeid is. Ja, de mensen hebben geen kans, laten we eerlijk wezen. Nou mensen, hoe laat is het nou? Even kijken. Schiet er lekker op, nu moet er nog een oliebol. Waar blijft zo'n jaar, hè? Dat denk je nou wel eens. Weet je wat ik wel eens denk op oudejaarsavond? Zou ik u zeggen, waar blijft zo'n jaar, denk ik soms. Zit ik op oudejaarsavond, dat wil ik wel eens denken, hè. Dan zit ik en dan denk ik, hé, wat blij zo'n jaar. Ja, je kijkt rond en je ziet dus een slordige week slingeren, maar verder zie je niks meer, hè. Ja, dan mag eens een dag zijn dat je zegt, hé, kijk, die is nog niet in de brullenmand. Maar voor de rest is het wat blij zo'n jaar, hoor. Een mooi feest, weet u, oudejaar vind ik een mooi feest. Ik vind het het mooiste feest, hoor, oudejaar. Het is alleen jammer dat het op het eind van het jaar komt, dat is jammer. moet eraan denken hoe ze nou allemaal vanavond zitten te vieren. Dit is allemaal te vieren. De grote knapen en de kleine knapen allemaal vieren. De Shell met zijn koninklijke oliebollen. Zitten er allemaal bij hoor. De Hollander, morgen is de Hollander weg van de spoorwegen. FQ. FQ. Die gekke voorletters, maar dat geeft nou niet hoor. Gaat er morgen uit. Morgen is de Hollander weg hoor. Morgen gewoon is de Hollander spoorweg. Weg. Gewoon weg. Vind je toch een trieste gedachte. Morgen hè, worden je kaartjes door een wildvreemde wind geknipt. Daar gaat wat een dag eigenlijk, hè. Kun je daar een gekke dag in zitten, hoor. Ja, je gaat er nou niet altijd na, maar als je nou nagaat of zo, dan sta je daar wel te denken. Moet je denken, en dan hebben wij nog onze grote voordelen met het oude jaar, nietwaar? Want je viert het met telefoon en radio en televisie, nietwaar? Dan moet je denken, hè, wat zou oude jaar zijn als je dat niet had? Geen radio, geen televisie, dan moet je denken, zo'n Floris de Vijfde op oude jaar, niet? De man had niks, is een groot kasteel, geen ramen, een paar van die grote gaten, niet? En zat hij maar en zo, alles loodzware meubelen. Oliebollen niet te tillen. Dat hij maar. Zou je ook gedacht, hè? Zou je Floris de Vijfde geweest? Je ging niet Jacoba van Meijeren even opbellen of zo? Dan kon dat toch niet, geloof ik hoor. Want, nou ja, dat geeft niet, maar ik kon toch zeggen: hé, hey, bij jij Jacoba eens even op. Rommelig jaar. Als je het hele jaar nagaat, is het een rommelig jaar geworden hoor. Het enige wat er van overblijft is de Expo, daar denk ik over na. Expo was 5 jaar op zichzelf. Waar hoor, ik ben er 1 dag geweest, kwam thuis met zulke expoten. En ze later nog. Gekke maand hoor. Hele decembermaand is een gekke maand, dus goed nagaan, is een gekke maand hoor. Maand waar je niks meer van begrijpt. Begint met Sint-Nicolaas, dan krijg je de kerst, dan krijg je de griep, dan krijg je oude jaar. En dan moet je opletten, als we Sint-Nicolaas eenmaal op de boot hebben gezet, dan is het jaar zo om. Dus dat is echt aardig hoor. Je zet Sint-Nicolaas op de boot. Laatst was er iemand, dacht die wist niet wat Sint-Nicolaas was. Die zegt, wat is dat? Ik zeg, dat is de heilige van de middenstand. Ach, dan hebben we op de boot gezet. En wat gebeurt er dan, mensen? He? Dan koop je op de steiger koop je een kerstboom. Ik weet het. Warm is het in de kamer, hè? Ik doe wat uit, hoor. Als jullie willen, ga je gang maar, hoor. Tot een bepaalde grens, kan me niks schelen hoor. Nou ja, die grens die moet je zelf weten jongens. Heilige van de middenstand op de boot gezet. Hier koopt je kleine sparretje. Die waar, je gaat het kerstboom optuigen. Kinderen aftuigen als het nodig is, niet? En het jaar is om hoor. En dan kijk je naar zo'n jaar, kijk je even terug. En dan zegt ze, het jaar is ongelogen. Omgevlogen